MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Kosha Tsomeli, 2-4 nederlaag tegen Roda. Hoe groot is de domper in de groep? Vrij groot, denk ik. Vooral als je 2-0 voor staat en de wedstrijd afsluit met 2-4, dan is de teleurstelling extra groot. Ja. Ja. Hoe groot kan het contrast zijn? De eerste kwartier is er niks aan de hand, kom je 2-0 voor? Eerst 20 minuten denk ik gewoon prima, niks aan de hand. We staan goed. Komen op 2-0 voorsprong. Denk ook niet onterecht of zo. Maar dan persoonlijke fouten. Valt de 2-1, dan wakker je bij hun het vuurtje aan. Die dus eigenlijk helemaal gedoofd was. Mm. Er komt er bij ons denk ik toch wat angst in de ploeg. Oh, als we het maar niet weggeven. Mm. En dan ga je andere dingen doen. Dat is niet de bedoeling, maar het start denk ik met de 2-1 persoonlijke fouten. Op meerdere vlakken natuurlijk. En dat is zonde. Ja. Is dan de 2-1 het moment waarin het verval van MVV wordt ingezet? Dat je daar eigenlijk de wedstrijd begint te verliezen? Ik denk het wel, al zou dat niet mogen gebeuren. Want die staan nog steeds voor. Ja. Er is niks aan de hand. Hm. En, ik denk dat er gewoon wat angst in de ploeg komt. Niet het val van MVV, maar dat er wel wat angst in de ploeg komt waardoor je toch meer naar achter wordt gedwongen, zeg maar. En ik denk dat het belangrijk was geweest om dan 2-1 de rust in te gaan, maar dat is niet gelukt. Zij scoren, maken de 2-2 vanuit een standaard situatie, die wordt weggekopt volgens mij. Mm. En de 3-2 was, 2-3 vond ik vrij ongelukkig. Mm. Bal komt via, precies voor de voeten van die spits. Ja. En die schiet hem binnen. Dan is er alsnog niks aan de hand eigenlijk. Maar we hebben niet weten om te omkeren. Nee, inderdaad wat je zegt. Alles nog mogelijk in die tweede helft. Maar al vroeg krijgt Thibaut de rode kaart. Jij stond tot dichtbij. Was het een terechte rode kaart? Poeh, lastig. Ja, ik zag wel dat hij over de bal heen stapte. Mm. Maar ik vond het vooral een heel ongelukkig moment. En dat zei ik ook tegen de scheids. Alleen hij zei, ja, ik heb de regels niet verzonnen. Ik vond het persoonlijk niet heel heftig, maar de scheids gaf daar rood voor. Maar dan ben je wel. Dan wordt het wel heel lastig als je ook nog 2-3 achter staat. Hoe kun je dan, je bent een van de aanjagers in het team, hoe kun jij je groep dan toch naar voren bonjour, dat er toch nog misschien wel iets te halen van? Dat lijkt me een enorme klap die je dan ook weer krijgt. Ja, ja. Dus weer een momentje dat je weer een klap krijgt. Ja. En, maar dan is alles nog mogelijk en de bedoeling was, vanuit mij in ieder geval, om zo lang mogelijk die 2-3 vast te houden. Ja. En dan in de laatste minuten ga je wat risico's nemen. Ja. Dan is het alles of niets. Maar als de 2-4 dan valt, dan wordt het allemaal wel heel lastig. En ik denk, momenten hebben we nog geprobeerd om door te jagen, maar ze speelden daar af en toe wel goed onderuit. Ja, pijnlijke derby-nederlaag natuurlijk. Maar daarnaast ook de laatste illusie op een play-off ticket misschien wel. Die is nu ook wel vervlogen, denk ik. Ja, eigenlijk dubbele teleurstelling. En ik denk dat het belangrijk is om er gewoon veel lessen uit te halen. En ik hoop volgend jaar revanche. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.